Het enige wat mijn grootouders aan allebei de kanten vaak zeiden was: ach, wij zijn ons land kwijt. We kunnen nooit meer terug. Nederlands-Indië, ons land. En ik dacht altijd: maar van wie is een land? Dus ja, die vragen, die voelde ik wel aan, die kon ik niet helemaal plaatsen. En die heb ik ook een beetje proberen te onderzoeken in dat verhalenbundeltje. En dat is wel een affiniteit die ik heb met Max Havelaar, Tja. omdat dit eigenlijk voor het eerst in de Nederlandse literatuur onderzocht wordt.